Groet mensen, ik ben Sam, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Bear Modpack. Jongens, ik ben eindelijk weer terug vanuit Gamescom. En thank you very much voor alle positieve reacties die ik heb gekregen op de afgelopen video's dat ik weg was. Echt, het is insane. Thank you very much. Er zijn superveel likes ook gegeven. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Wij gaan deze aflevering 1, 2, 3, 4, 5 Lucky Blocks openen. Omdat jullie bij 3 video's, als het goed is, 1000 likes hebben gehaald. Ik denk van, ik doe het gewoon nog extra bovenop en ik maak er gewoon mooie 5 van. Ik heb best wel veel off-cam gedaan. Ik zit serieus op 2 uur lang te bouwen. En ik ben er best wel blij mee, hoe het is uitgepakt. Ik draai om en there you have it. Het is, mijn huisje. Het is geüpgrade. Ik heb een toren heb ik even mooi gemaakt, zoals je ziet, veel meer details. Ik heb hieronder heb ik een soort plekje gemaakt waar ik ook allemaal dingetjes kan doen. Dan wil ik eigenlijk blacksmithen. En ja, ik vond het wel mooi om eigenlijk zo te maken. En als je hier naar boven gaat, die gaan we wel even doen. Ga open. Dan kan je hier naartoe. En als mijn enchantment table is hier, kan je chill enchanten. Oep. Nou, super chill, dat moet ik eigenlijk ook doen binnenkort. En dan kan je hier naar boven. En dan kan je hier naartoe. En dan ga je dood omdat je valt. God damn it. En kom op, kom op. Oké, dit is echt zo irritant. There we go. En dan kan je vanaf hier kan je bijvoorbeeld naar Lucky Block Island. Je kan daar naartoe. Je kan chill in die village snel. En je kan gewoon super snel treffen. Dus ik ben hier best wel blij mee wat ik hier heb gemaakt. En het is ook een dikke upgrade voor mijn huis. Dus dat is natuurlijk ook super leuk. Maar jongens, we gaan even kijken hoeveel gold we hebben. Want ik heb eigenlijk nog geen gold gefarmd. Omdat ik dit eigenlijk belangrijker vond om te maken. Dus ik denk dat we eigenlijk niet genoeg gold hebben om alles te maken. Dus dan gaan we eerst wat mijnen, denk ik. We gaan gewoon eens even kijken of we genoeg hebben. Hier hebben we niks meer. Nee, ik denk... Oh, shit. Oh, we kunnen trouwens wel even slapen. Misschien is dat wel even slim. Want dan moeten we... Ja, dan gaan we, moeten we best wel heel veel gaan mijnen. En dan moet ik al die lucky blocks uiteindelijk inhalen. Oké, ik heb nu 1 lucky block. En even kijken. Ik heb hier 18. Dat zijn er 2. Ik kan er 3 maken. Dus dan kan ik 3 lucky blocks maken. En dan uiteindelijk moet ik het nog inhalen. Dus 1. Toch? Dit is er 1. Yes. Mag ik hem? Nog zoveel troep, jongens. Dat is echt ziek. Maar ik ben er best wel heel blij mee hoe het is uitgepakt. En het is ook... Het ziet er... Ja, ik vind het er best wel redelijk uitzien. Ik, voor mijn gevoel, voor mijn doening, hoe ik bouw, is dit echt gewoon misschien maar een meesterwerk. Om zo te zeggen. Dus ik ben er hartstikke blij mee. Jongens, doe vast dan een like. Dat jij een like... aanklikt en een reactie neerzet, op de like knop aanklikt, dan heb jij kans om de Wall of Luck te komen. En de meeste mensen vinden dat wel leuk. Dus ja, go ahead en klik er maar op, als je het natuurlijk wil. Zo, we kunnen er 3 maken. Woep. En die 3 zijn natuurlijk voor 3 speciale personen. Nou, dat weten we eigenlijk nog niet. Of ze speciaal zijn. Misschien zullen ze wel een wither. Ja, dan ben ik eigenlijk best wel fucked. Laten we daar maar niet op gaan hopen. Oké, jongens, de eerste is van Glenn Tyson. Bro, ik hoop dat je wat leuks geeft. Dus here we go. Auw, ik ben dood. Oh my god. Ik denk serieus dat al mijn items zijn ontploft. Ik denk het wel. Het was 1 explosie. Maar ik denk serieus dat al mijn items zijn ontploft. Ik ben gewoon ontploft. What the actual hell. Oh my god. En het is ook... Oh, daar gaat Lucky Block Island. Ja hoor, al mijn items zijn ontploft. Zie je? Shit. Oh my god. Al mijn items zijn weg. Ik kan nu niks meer. Dit is het enige wat ik heb. Dit is serieus het enige wat ik heb. Voor de rest... ja, oh my god. Ik weet niet... Nee! Are you kidding me? Are you kidding me? Ik had zoveel items mee. Het is zo stom dat ik al mijn items had meegenomen. Het is zo ontiegelijk stom. Mijn lucky bow, mijn lucky sword, mijn armor. Alles, al mijn gold. Alles is weg. Oh my god. Nou, het zij zo, weet je. Dat is het risico aan lucky blocks. Glenn Tyson. Oh my god. Jij hebt me opgeblazen. Nee. Ik maak wel een lucky block nog. Ik heb nog wel wat items. Ik heb gelukkig mijn builders man, waar ik best wel blij mee ben. Alleen ja, voor de rest al mijn ice, al mijn gold, mijn diamonds enzovoort. Is allemaal gone. Moet ik eigenlijk natuurlijk wel terugfixen.
Ik heb natuurlijk diamonds, dus ik ga het sowieso diamond armor maken. Maar die lucky blocks die we eigenlijk nu moeten doen, dat kunnen we niet doen. We moeten dit is gewoon serieus een moment waar we moeten gaan minen. En dat is maar ook wat we gaan doen, I guess. Heb ik nog hout? Ik heb ook helemaal geen hout meer. Lekker dan. Kom op, we hebben nog een sign of iets dergelijks. Nee, ik heb 2 hout, maar dat is niet genoeg. Mag ik naar beneden? Thank you. Oh, dat is een death creeper. Ja hoor. Ik ga een weekje dus naar vakantie. Ik kom terug en alles gaat serieus fout. Alles gaat fout. Echt, oh my lord. Dit is echt gewoon het toppunt van fout gaan. Ik bedoel, kijk dan. Alles is gewoon fout aan het gaan. Ik ben 2 keer dood in 6 minuten tijd. Al mijn items zijn opgeblazen. Nu voor de 2e keer. Maar misschien liggen ze nog wel naar beneden. Ik ga wel even kijken. Maar in ieder geval heel veel items zijn opgeblazen. Wat super niet chill is. Nou, daar ligt in ieder geval nog wat. Ik heb nog niet eens wat gedaan. Ik heb nog niet eens content gemaakt. En het gaat allemaal slecht. Nou, jongens. Builder's Wand is weg. Zoveel items zijn nu gone. Wat ik dus nu moet doen, is overnieuw beginnen. Dat is serieus wat ik moet doen. Dit is gewoon echt zo'n punt waar je gewoon overnieuw moet beginnen. Nou, lekker is dat. Oh my god. Nee, maar ik heb in ieder geval wel een mooi huisje. Daar ben ik wel blij mee. Dat heb ik in ieder geval wel mooi meegenomen, I guess. Ja, nou ja, het moet maar. Dit ziet er lelijk uit. Maar we don't give up. Wij moeten verder. Kom maar hier met de diamonds. Wat hebben we hier nog meer? Ik heb hier nog een Builder's Wand. Ik heb nog een Cracking Knight helmet. Kom maar op met alle diamonds wat ik kan hebben. Al die diamonds die ik net ook had gepakt zijn ook gewoon weg. Dus ik had die diamonds meegenomen. Oh my lord. Het zit niet echt allemaal mee vandaag, jongens. Het zit serieus niet echt allemaal mee. Ik hoop het wel voor straks. Want ik ga zo meteen naar een huisje. Hopelijk heb ik een apart huisje dan. Mijn eigen huis. Hopelijk zit dat wel mee vandaag. Oké, heb hier nog 5 diamonds. Maar dit, nee. Het zit niet zo mee. Even kijken, ik heb hier nog wat armor. Dat doen we wel even aan. Die hebben ook weer niks aan. We hebben hier nog diamond leggings en fresnite shizzlebizzle. Oké, dat hebben we in ieder geval wel. Daar ben ik wel blij mee. Ik heb hier nog mijn shadow blade. Weet je, daar ben ik ook wel blij mee. Die diamonds ga ik hier... Ik neem 3 diamonds mee en ik ga ook nog enchanten. Ja, ik ga enchanten terwijl ik niet full level ben. Je mag me haten daarvoor. Maar ik wil wat enchants hebben. En dan gaan wij op... Oh my god, ik moet ook nog heel veel leather hebben. Want mijn andere... Hoe heet dat? Mijn glider is ook nog kapot. Alles is gewoon weg wat ik mee had genomen. Ik ben zo stom. Oh my lord. Maar in ieder geval Glenn Tyson. Jij hebt in ieder geval wel voor gezorgd dat ik dood ben. Maar je hebt wel de video geliked. Natuurlijk wel weer positief is, I guess. Aan alles zit wel een positieve kant, hè? Hey, deze ben ik vergeten. God damn it. Nou, doen we zo nog. Shit. Oké, we gaan eerst even snel... Dit allemaal veranderen in oak wood planks. Dan gaan we dit even snel fixen. En woep. Oké, ik bedoel, we zetten natuurlijk ook de unlucky erbij. Dus dan gaan we hier naar boven. En dan schrijven. Ik bedoel, ik heb wel heel veel mazzel gehad hoor. Ik heb echt heel veel mazzel gehad met dit. Dus ik mag niet klagen. Het is nu 18-8-2014. En Explosion. Rip. Oh my god, van Glenn Tyson. And that's it. Oh my god, ik ben dood. Ik ben gewoon dood. Dood gegaan. Al mijn items gone. Nou jongens, wij gaan een dikke recovery maken, hoop ik. Ik ga een diamond pickaxe maken. En wij gaan naar beneden. Wij gaan zoveel mogelijk items gaan claimen. Waarom heb ik laag FPS hier? Vind ik vet raar. I don't like it. Ik heb FPS drops. Hebben we nog toevallig torches? Ik heb denk al mijn torches verbruikt voor mijn toren. Dat vind ik niet leuk. Dat er wel zo is. Ik heb hier als goed is nog 64 terug. Ik heb serieus echt alles opgemaakt. Nee, ik heb alles opgemaakt. Dan moet ik wat hout ook mee nemen. Zo, dan kunnen we hier van torches maken. Dan gaan we nog naar boven. Dan gaan we nog even enchanten. En dan is het zover, jongens. Wij gaan voor onze inventory een nieuwe start maken. We gaan dit even opnieuw enchanten. Level 15, level 13. There we go. Efficiency 2. Kan ik niet klagen, hè? En kunnen we hier nog level 1 opgooien? Nee.
Oh my god, jongens. Hoor je mijn stem helemaal trillen? Ik zit echt zo van... Het gaat niet meer. Al mijn eten is ook gewoon weg. Dat had ik ook allemaal mee. Are you kidding me? Are you seriously kidding me? Ik heb hier nog wel 10 diamonds. Daar ben ik wel blij mee. Ik neem hier nog wat torches mee. Allemaal ladders heb ik nog. Ik heb geen... Of niet veel eten meer, nee. Ik heb allemaal van dat losse eten. Maar ik wil gewoon een stack eten mee. Dat vind ik veel chiller dan al het losse eten. Ik denk niet dat ik wat heb, hè. Ik neem dit wel mee. Ik denk dat het wel goed is, toch? Replenished niet veel eten, though. Maar als ik er heel veel mee neem, dan uiteindelijk wel. Ik denk dat dit wel goed is, toch? Hebben we toevallig nog een axe die we even snel mee kunnen nemen? Zal ik ook even snel een axe maken? Ik maak wel snel een wooden axe. Misschien is dat wel even handig. Dan gaan we even wat... Oh my god, waar ben ik mee bezig? Niemand zag dat. Niemand zag dat. En niemand maakt daar een printscreen van. Want zo retarded was het dat wel. Best wel heel erg. Oké, dus we nemen nog geen glider mee, helaas. Onze cloudwood zijn weg. Onze 3 lucky blocks zijn... Of 2 lucky blocks zijn weg. Eigenlijk 3, want die ene was natuurlijk niks. Wij hebben pretty much niks, maar we hebben wel een toren. Dus dat zit wel mee vandaag. Wij gaan even die kant op. En we gaan kijken of we daar een dungeon kunnen vinden. En dan gaan wij gewoon wat dungeonen, I guess. Niet dungeonen, we gaan... Oh my god, ik heb zo'n hekel hier. Oh, wacht jongens. Oh, misschien... Ik neem gewoon de damage. Misschien ligt daar nog wel wat in mijn tweede huis. Misschien ligt daar nog wel wat items. Dat zou ik super fijn vinden. Even kijken, even nadenken. Wat ligt daar? Ligt geen zwaard. Nou, ik weet niet. Het ligt als het goed is wat gold hier zo nog. Dat heb ik als het goed is ook nog verplaatst. Thaumonomicon. Helemaal niks. Helemaal niks. God damn it. Wij gaan gewoon die kant op. En jongens, ik vind het heel erg naar om nu te gaan afsluiten. Maar anders wordt de episode echt veel te lang. Dus morgen ga ik gewoon verder met de PM mod pack. En dan gaan wij gewoon zoveel progressie maken, jongens. We gaan zoveel items gaan we morgen fixen. Dat we zoveel shizzle bizzle hebben. En dat we gewoon weer lekker aan de gang kunnen met Minecraft. In plaats van eigenlijk geen Minecraft nu doen. Want ik heb echt serieus niks gedaan. 2 keer doodgaan. Ik heb niks gedaan. Jongens, ik zal het super leuk vinden als jullie nog steeds een like zouden geven. Oh my god, dat is steend. Dat wil ik niet. Ik zal het hartstikke waarderen. Sorry een beetje voor de sloppy episode. Ik kan er natuurlijk eigenlijk helemaal niks aan doen. Omdat het gewoon fucking Minecraft lucky blocks zijn. Dat is dus het risico eraan. Je kan doodgaan, maar ik heb het niet slim gespeeld. Ik moest allemaal items gewoon in mijn chest doen. Want ik ben weer veel te gevaarlijk bezig vandaag. Bedankt voor het kijken. Thank you very much voor alle support op deze PM Modpack serie. En ik check jullie gewoon morgen bij een nieuwe aflevering van de PM Modpack. Bedankt voor het kijken. En ik zeg peace.